Vandaag hebben we een video zonder papa. Kan natuurlijk niet, hè. Hey, welkom in onze kanaal. Wij zijn Shoelies en leuk dat je kijkt. Ik haal hem wel. Hey, welkom in onze kanaal. We zijn Shoelies en leuk dat je kijkt. Wij gaan vandaag de Q&A doen. Ik weet niet. Ik weet het niet. Jullie hebben vragen aan ons gesteld en wij gaan die beantwoorden. Nou, betekent gewoon question and answer. Oké, jullie hebben ons vragen gesteld onder onze laatste YouTube video. Jullie hebben ook via Snapchat vragen gesteld en deze gaan wij nu beantwoorden. Ja. Oké, de eerste vraag is, doen jullie... Wie wilt hem sponsoren voor een Rolex horloge? Eerste vraag, doen jullie veel samen als gezin? Wij doen veel samen als gezin natuurlijk. Hè? Zoals boodschappen doen. Weet je wat het is? Mijn vader die werkt, mijn broer zit op school, mijn moeder werkt, ik werk. En daardoor zijn we niet heel veel samen. In de avond pas, maar ja, dan ga je eten, dan ben je moe, ga je slapen. Enige keren dat we echt een beetje wat kunnen doen is meestal op zaterdag als ik vrij ben van werk, want ik werk en ook de weekenden. Zondag ook met de Ayoub samen, ook ja. We gaan gewoon veel dingen doen, zoals voetballen, gaan we zwemmen en we gaan gewoon eventjes naar de bioscoop. We zijn vaker naar de bioscoop geweest samen. We gingen ook een keertje met z'n allen naar een wedstrijd in België. En daar gingen we ook een keertje rondlopen in België. Dus dat was ook echt heel leuk. Ja. Deze vraag hebben we eigenlijk best wel veel gehad. Gaan we jullie mama ook nog een keer zien? Mijn moeder die is eigenlijk niet zo... Tenminste, ze vindt het leuk YouTube, wat wij doen en zo. Dat vindt ze allemaal leuk. Maar ze is liever iemand die buiten de schermen blijft. Ja. Ze vindt het wel leuk om onze video's altijd te kijken. Maar ze wil liever zelf niet in beeld. Hoe ben je op het idee gekomen om samen met je vader video's te plaatsen? Mochten jullie het nog niet weten. Ik heb ook een eigen, tenminste een ander YouTube kanaal. Dat heet Bilemia. En dat is een YouTube kanaal. Gaat eigenlijk alleen maar over beauty en zo. En daar plaats ik iedere maandag een video. Het is heel moeilijk om iedere keer weer met nieuwe dingen te komen. En op een gegeven moment dacht ik, wou ik een keertje een Get Ready With Me video filmen. En ik vond het zo saai dat ik eigenlijk mijn vader vroeg om de voice-over te doen. Nou ja, toen we dat hebben gedaan, die video is helemaal viral gegaan. Dat is echt niet normaal. We hadden echt niet verwacht dat die zo populair zou worden. In de toekomst ga ik in het Engelse taal doen. Ja, het komt nooit voor. Tenminste, ik heb nog nooit een Marokkaanse vader die op het gebied van beauty of iets in beeld komt of überhaupt op YouTube komt. En er waren heel veel mensen die zeiden dat ze meer video's wilden zien van ons. Dus toen hebben we eigenlijk besloten om gewoon ons eigen YouTube kanaal te starten. Ja. Waar komen je ouders vandaan? Mijn ouders komen uit Marokko, mijn vader uit Chefchaouen en mijn moeder uit Tessa. Even kijken, ja, ben je verloofd, verliefd of niet? Is iemand bij je thuis gekomen voor handvragen zoals hier in Nederland? Nou, over dat onderwerp dat ga ik pas over praten als ik daar zelf echt ook over wil praten. Dan horen jullie dat vanzelf. Heb je ook nog een moeder? Ja. Andere broertjes of zusjes? Nee, zijn alleen met z'n tweeën. Ja. Oké, wat is jullie favoriete vakantieland naast Marokko? Papa, jij eerst. Ten eerste vind ik gewoon Marokko sowieso gewoon het beste. Daarna Turkije. Marokko, maar daarnaast ook Frankrijk. Misschien Egypte, misschien overal. Ja, ik zou wel een keertje naar Egypte of Dubai, maar dat is volgens mij heel duur. Maar dat lijkt me ook wel heel leuk om naartoe te gaan. Volgende jaar gaan we naar Dubai. Ja? Die zijn onze getuigen. Wat is jullie favoriete kledingwinkel? Mijn favoriet winkel, kleding is Wee. En dan McGregor. Oxysport. Ja, schoenen. Zara en Primark. Wanneer reclame is overal, ik ga gewoon gelijk naar binnen. Ik kijk niet naar de naam van de winkel, maar ik kijk naar die dingen die daar op hangt. En daar ga ik gelijk daarin. Wat is het ergste, grappigste wat jullie hebben meegemaakt op een vakantie? Wat ergste of het grappigste? In Frankrijk heb je deuren van de metro die echt heel hard open gaan en ook lastig open gaan. Waardoor mijn moeder wou hem een keertje open, ging die heel hard open, waardoor we allemaal zo schrok van en ze was helemaal achteruit. Mijn moeder schrok en ze deed zo die hendel open en het ging daar pas, jij bij zo. De grappigste wat ik meegemaakt heb, dat was in Marokko. Er waren gewoon twee auto's naast elkaar, voor mij. Die ramen van die chauffeur is open en de raam van die andere is open. En ze begonnen te vechten en rijden tegelijk. Vechten en rijden. Dan gingen ze gewoon stoppen en begonnen ze gewoon echt zelf te vechten.
En één komt er iemand die zegt, nou, jullie zijn familie. Ja, toen dacht ik van, nou, familie, gaan vechten. En waar gaat het om? Ik heb gehoord dat het gaat om een bruiloft. Dat is het grappigste wat je hebt. Volgende vraag, hoe oud ben je? Ik ben 52 jaar oud. En jou? Ik ben 12 jaar oud. Goed zo, jongen. Nog niet 12 eigenlijk. Ja, nog ik ben 2 december. 2 weken. 6 december is mijn broertje jarig, dus vergeet hem niet feliciteren wanneer de video online komt. En ik ben 25. Zit je op school en zo ja, wat voor opleiding doe je? Ik zit niet meer op school. Ik heb de opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening gedaan op het hbo. En wat voor werk doet je vader? Machine operator. Weet je wat, machine operator, machine middener. Dat is gewoon echt, je krijgt een opdracht en je gaat gewoon machine met bestuurde computers instellen. En dan op een gegeven moment ga je gewoon uitvoeren wat die opdracht is. Wat doen jullie voor werk / studie? Nou, mijn vader heeft al verteld, één zit in groep 8. Yes. Ik werk bij Ishifari Excel. Auto of fiets? Fiets. Ik auto. Scooter. Zomer of winter? Ik zomer. Waarom zomer? Ja. Zomer is lekker warm, kan je lekker op het strand, kan je zwemmen. Ja, ik kies voor zomer natuurlijk. En waarom? Omdat het gewoon echt warm is. Minimaal gewoon even 4 weken vakantie en dan ga je gewoon genieten. En dan kan je vitamine D ook krijgen en dan kan je gewoon lekker op jouw gemak gewoon eventjes genieten en noem maar. Oké, ik kies winter, want... Ik kies ook winter. Ah. Ja, winter is gewoon lekker regen en je bent gewoon thuis met dekking. Kijk naar filmpjes, ik kan lekker eten en ik kan gewoon echt pizza bestellen. Hallo, ik wil gewoon een dom pizza. Dom pizza mag ons best wel sponsoren als je dit ziet. Ik kies winter, want in de zomer zijn er heel veel wespen en ik ben echt heel bang voor wespen. Alleen daarom, hè? Ja, en in de winter, ik weet niet, ik hou van dikke truien zo aan. Net zoals dit, gewoon dikke trui. Net zoals mijn vader zegt, lekker warme thee drinken thuis, naar buiten kijken met sneeuw en zo. Ik weet niet, ik hou daar wel van. Ik vind het fijner. Tuurlijk, Wat is jullie lievelingseten? Pasta van Lemja. Roompasta. Het is pasta met roomsaus. Rome. En pesto, spinazie. En? Zalm. Maar kip heb je ook, dat is ook. Ik had 2 grote kippen met kruiden in de oven. Jash Muhammad, voor alle Marokkanen. Als in met lamsvlees of schaapvlees. Als ik thuis kom, dan mijn vrouw zegt tegen mij, ik heb een verrassing voor jou. Ik ga gewoon doen. En dan komt die geur helemaal naar boven. Vers brood uit de oven. Mijn lievelingseten is denk ik ook pasta, maar sushi vind ik ook heel lekker. En pizza, ik hou van pizza. Dom pizza. Ik vind Domino's laatst tijd ook wel lekker. Ja, die is Domino's ook die lekker. Die hebben ook een lekkere tomatensaus. Ja, waarom is je vader zo grappig? Waarom ben ik zelf grappig? Ja, dat is de vraag aan jou. Nou, hierom dus. Doen jullie ook aan sport en zo ja, welke? Ik sta wel ingeschreven bij fitness. Telt dat mee? Niet dat ik ga, maar ik sta ingeschreven. Ik heb per 3 maanden of zo, ja toch? Ja, ik heb per 3 maanden. Ik moet echt weer gaan, ik ga echt weer. Ik ben ook ingeschreven bij je. Ik ken het in 3 maanden. Ik heb per 2 weken afhankelijk. Hè? Wanneer ik tevreden ben, wanneer ik gewoon echt lekker gegeten heb, wanneer ik goed geslapen en uitgerust, dan ga ik gewoon natuurlijk trainen. En jij, Joep? Wat is dat? Ik doe aan karate en ik zit in het selectieteam. En ja, voor jullie vandaag doe ik mee aan het NK, het Nederlands kampioenschap van karate. Ik heb nu groene band. En wat doe je nog meer? Ik ben een nieuw. Het is sport. Crossfit. Ja. Een soort fitness, maar dan met minder apparaten. Ja. En dat waren de vragen. Heel erg bedankt dat jullie onze vragen hebben toegestuurd. Mochten jullie nog andere vragen hebben, kunnen jullie ze natuurlijk altijd beneden in de reacties stellen. En het is gewoon lief van iedereen dat je gewoon echt naar onze video's kijkt. Abonneren, 2 duimpjes omhoog. Duimpjes. Blijf abonneren. En dan komt er altijd een verrassing voor jullie. Ik doe de groeten en iedereen. En tot ziens. Doei. Bye bye. Doei.